We hebben onderzoek gedaan naar wat mensen ervan vinden dat gemeenten betaald voetbalclubs financieel ondersteunen. En we vinden dat die steun niet erg groot is. Als we kijken naar wat de supporters ervan vinden, de voetbalsupporters, dan vindt 2 op de 3 mannelijke supporters dat geen goed idee en 3 op de 4 vrouwelijke supporters. Nou, we hebben een enquête laten doen door Centerdata. We hebben ongeveer 2000 personen ondervraagd. En in principe zou het representatief moeten zijn voor de Nederlandse bevolking. En die hebben gewoon een aantal vragen voorgelegd wat ze vinden van die gemeentelijke steun. Maar we hebben ook gekeken wat ze nou eigenlijk vinden van voetbal. Het kan zijn dat iemand het sowieso geen goed idee vindt omdat ze voetbal hen absoluut niet interesseert. Het kan ook zijn dat ze het wel een goed idee vinden, omdat ze heel fanatiek supporter zijn en het stadion zelf bezoeken. Dus als je kijkt naar die hele range van wat mensen van voetbal vinden, dan blijkt de steun voor die gemeentelijke ondersteuning, die neemt toe. Dus mensen gaan er steeds positiever over denken naarmate ze zelf meer een supporter zijn. Maar zelfs bij de meest fanatieke supporters, dus mensen die hun betaald voetbalclub ondersteunen door ook naar het stadion te gaan, zelfs onder die mensen blijkt de steun niet zo groot te zijn. Hoe denkt de doorsnee Nederlandse bevolking hierover? Nou, dat verschilt nogal tussen mannen en vrouwen. Als je dat vraagt aan mannen, dan vindt 60% van de Nederlandse bevolking vinden het een slecht of een zeer slecht idee dat de gemeentes steun geven aan de betaalvoetbalclubs. En bij de vrouwen is dat 50%. Als je kijkt naar wat het aandeel is van mensen die dat zeer een zeer goed idee vindt, dan is dat slechts 1%. Dan kun je dus nog verder gaan, dat binnen de groep mannen heb je nog de voetbal geïnteresseerden. Ja. Hoe liggen daar de verhoudingen? Nou, dat varieert nogal. We hebben dat op een bepaalde manier gekozen. We hebben gezegd, nou, twee extreme gevallen. Eén extreem, het interesseert ze. Mensen die ze kijken zelfs nooit naar voetbal op tv. Dat is de mensen die het vers wegstaan van voetbal. Dat is een ene extreem. Het andere extreem is mensen die af en toe, op zijn minst, of regelmatig een stadion bezoeken van de club waar wij supporter zijn. Bij mannen zegt 1 op de 3 dat ze eigenlijk nooit naar voetbal kijken op tv. En bij vrouwen is dat meer dan de helft. Als je kijkt naar de meer fanatieke supporters, dan is 16% van de mannen bezoekt op zijn minst af en toe een stadion en maar 6% van de vrouwen. Kunnen we ook nog onderscheid maken in supporters van verschillende verenigingen? Ja, we hebben wel gekeken naar of het nou uitmaakt of je nou van een Eredivisieclub supporter ben, of een eerste divisieclub, of gewoon van een voetbalclub. Dat kan ook een buitenlandse club zijn. En binnen de Eredivisieclub hebben we nog gekeken naar of je Ajax, Feyenoord of PSV supporter bent. Maar dat maakt eigenlijk, verrassend genoeg, maakt dat heel weinig uit. Het is een soort algemeen beeld dat er oprijst, is dat supporters, een klein deel, 1 op de 3, althans van de mannelijke supporters, die vinden het al een goed of een zeer goed idee. Als je dat gaat onderscheiden naar of je nou van een grote club supporter bent, dan zit er eigenlijk geen verschil in. Dus Ajax supporters, PSV supporters en Feyenoord supporters lijken wat dat betreft verrassend veel op elkaar. Dus de voetbalclubs moeten zichzelf aan zien te redden? Zelfs als je het aan de mensen in het stadion vraagt, zeg maar, dan is die conclusie wel gerechtvaardigd. Ja.